fenomeen waar na recente incidenten in binnen- en buitenland weer volop over wordt gesproken. De vraag is alleen, dit keer gaat er nu wel iets veranderen? Ja, het laatste grote racisme-incident op de Nederlandse velden was in november afgelopen jaar. En het betrof Excelsior-speler Moreira. Ja, de scheidsrechter gaat nu naar de zijkant. Want dat heeft alles te maken met de manier waarop hij verbaal bejegend wordt daar door een deel van de aanhang van Den Bosch. De woede is uiterst voorspelbaar bij Mendes Moreira. In zijn ziel wordt gekrenkt natuurlijk. Hij stopt ermee, Gerrits. Komen terecht, want nu is een scheidsrechter zegt, ik luister naar de speler, ik kap ermee. Leer eerst maar eens je gezonde verstand te gebruiken en misschien dat we daarna weer eens verder voetballen. Hans Willem, onder voetballers beter bekend als Andy. Ja. Hoe is het om te zien dat er een keer een scheidsrechter wel ingrijpt? Moedig, maar ik denk wel dat het tijd werd. Ik zie dit nou voor de zoveelste keer en je zit gewoon wel echt de pijn in die jongens ogen. Mm-hmm. Ik heb hem daarna ook wel eens bij Excelsior dan van ijsje lopen. En dan zie je weer een vrolijke Mendes Moreira. Maar ja, dit doet zeer, dus ik heb het zelf niet zo meegemaakt. Gelukkig niet. Maar ik kan me wel verplaatsen in pijn. Die pijn wordt heel zichtbaar als hij na de wedstrijd reageert. Ik begin bij de eerste minuut al. En dan wordt er gezegd K zwarte, K neger, K dit, K katoenplukken, Zwarte Piet. En dat doet me gewoon heel erg veel pijn. En dat vind ik gewoon jammer. En als het jullie een keer overkomt in een wedstrijd? Lopen we van het veld. Tenminste, ik loop van het veld. Ik zeker. Dat ga ik niet accepteren. En je moet gewoon weggaan, van het veld weggaan. Zou je dat als Nederlands team ook doen? Ja. Want iemand moet het doen. Mm-hmm. Ja. Ze zien er allemaal totaal verslagen uit. Terwijl het iets is wat natuurlijk al wel lang speelt. Maar zelfs Koeman zit eigenlijk echt met tranen in zijn ogen. Dat hij denkt, dat kan toch echt gewoon niet waar zijn. Ja, dit is machtig. Dit vind ik. Dit is een statement. Ja. En als je ziet hoe Wijnaldum er ook op reageert. Heel kort en duidelijk. Ik loop van het veld. Tenminste, ik loop van het veld. Ja, dus dat hebben we niet eerder zo stellig zien gebeuren. Helemaal niet. Nee. Maar ik vind het machtig. Ik vind het mooi om te zien. Wat herinner jij jezelf in hoeverre jij hiermee te maken hebt gehad? Nou, ik heb zelf ook wel met racisme te maken gehad natuurlijk. Ja. In mijn voetbalcarrière zelf. Maar, wat is het meest, wat je het meest bijgebleven? Ik weet dat ik... Ik wil de club niet benoemen, want dan ga je weer dingen naar boven halen. Maar, moeten we dat niet ook juist gaan doen? Of niet? Nee, dat vind ik niet zo. Nee, dat is al in het verleden. Ik bedoel, we hoeven die dingen op te graven. Maar ik weet dat ik een keer aan de bal kwam en er werd een nummer gezongen. We hebben geen bananen vandaag. En dat nummer. Ja. Dat is volgens mij een carnavalnummer, of niet? Ja, niet traditioneel carnaval. Nee, dat is niet boven de rivier. Maar dat nummer we dus gezongen. Ja. En ja, maar ik was daar heel makkelijk in. Ja. Maar je merkt nu in deze periode dat het is meer een platform. Dus dingen worden ook... Ja, je zegt ik was er meer makkelijk in, maar nu zeg je er komt iets meer tijd om er toch dingen over te zeggen. Want toen moest je er misschien ook wel makkelijk over zijn. Het kwam niet eens in je op om daar iets over te zeggen? Het raakte mij niet. Nee. Heel simpel, het raakte mij niet. En ik denk dat heel wat andere spelers, toekomstig, daar eigenlijk... Het is heel raar dat ik het zeg, maar het moet je niet raken. Dat zeg je eigenlijk? Ja, absoluut. Maar hoe kan het dat je het niet raakt? Want we keken net naar het fragment van Sonja en zeg je dat... Wow, dat komt echt binnen. Ja, maar dat echt op jonge, onervaren was? Nee, absoluut. Maar dat was toen echt op landelijke televisie. Onbenullig, om het zo maar te zeggen. Maar, wij weten dat het gebeurt. Ja. Dus je moet je daar eigenlijk zelf tegen verdedigen. Ja. Heel simpel. Maar wat denk jij dan? Want je bent wel blij dat Koeman het statement maakt. Absoluut. En Wijnaldum ook. Je moet van het veld af. Ja. Staat dat niet haaks op het moet je niet laten raken? Of zeg je dat het moet naast elkaar kunnen bestaan? Ik denk dat het een combinatie van beide is. Heel simpel. Want ik denk, het zijn een aantal niet slimme mensen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Die dingen naar je roepen. En die doen het eigenlijk om je kapot te krijgen. Ja. Omdat ze... blijkbaar doe je iets goeds. Ja. En ze proberen je uit je concentratie te halen. Ja, het moet je niet raken, maar aan de andere kant... Ja. Je wordt wel vergeleken met wat die net zegt, met een aap of whatever. En dat is... Maar lukt het je echt? Lukt jou dat ook om je dat niet te laten raken... als dat soort dingen worden gezegd? Nou, hoe erg het ook klinkt... Ik merk eigenlijk dat ik er pas... na mijn voetballercarrière eigenlijk pas mee... Dat ik er pas over ben gaan nadenken, dat ik het ben gaan analyseren. Dat ik ben gaan denken van, oké, hoe vaak is het mij gebeurd? Als klein ventje in Eemskerk komen wonen.
hoe was Sinterklaas voor mij? Hoe was voetballen voor mij? Ik werd de Zwarte Panter genoemd. Nou, dat vond ik toen stoer. Ja. Ik was al snel, weet je. Dus... Ja, de Zwarte Panter had... lijkt me, vind ik, ook nog wel een positief. Die wil ik nog wel hebben. Ja, maar dat, dus dat was dan weer, naar mijn mening, iets, ja, ja. Ja, iets leuks. Wij zouden weet je? Eigenlijk en moeten huilen, toch? Ja, en ja, ik ben de directe tegenstanders ben ik beledigd om me uit mijn spel te krijgen. Want ik was snel en ik kon doelpunt maken. Ja. Dus ze gingen alles doen om mij maar uit mijn spel te halen. Wat riepen ze? Wat zeiden ze? Nou, aap of gorilla of oerwoudgeluiden, weet je wel. Als je er is in die tijd bal... niet veel veranderd, zouden we kunnen zeggen. Nee, maar ik origineel is... het is heel erg. Maar ik was er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ja. Dat, wat ik zeg, pas na... Ik ben heel vroeg gestopt. Pas... Daarna ben ik eigenlijk pas over gaan nadenken. Ja. Iemand die er wel mee bezig is de aanvoerder van PSV, Denzel Dumfries. En international. Sofie en ik zochten hem vandaag op in Eindhoven. Nou, op social media wel geregeld. Dan praat ik wel over een paar keer per week. Dat je berichten krijgt of dingen voorbij ziet komen. Een tijdje terug een slavenfoto met... waren de gezichten van donkere jongens en van mijn ploeggenoten in verwerkt. En dat is gewoon heel pijnlijk om te zien. Het maakt je heel boos. Van hoe bestaat het? Hoe haal je het in je hoofd om dit überhaupt te maken en te sturen? Want het is een bewuste keuze als je dat doet. Ja, dat is natuurlijk ook een verschil misschien met jullie carrières, dat toen in ieder geval social media nog niet in die mate aanwezig waren. Mm-hmm. Jij bent nog altijd actief in het voetbal. Je geeft ook clinics aan kleine yogis. Probeer eens dat bij te brengen. Nou ja, je begint erover, omdat we hadden een clinic hadden we ergens. En het is iets leuks. Je gaat een dagje voetballen met die jongens. En op een gegeven moment liep ik langs een ventje. Dat was de iets oudere groep. Ik denk dat hij 12 of 13 jaar was. En hij zegt tegen mij, asielzoeker. Dus ik schrok en ik denk, nee joh, weet je. En toen dacht ik van, nou, ik ga er dus wel wat van zeggen. Dus ik heb hem voor die groep, zijn eigen groep waar hij mee was... heb ik dus aan hem gevraagd, waarom zeg je dat? En toen zei hij niks, want hij was natuurlijk geschrokken... dat ik er überhaupt op reageerde, dat ik het had gehoord. Maar hij zei het er twee keer aan toe. En toen besloot ik om aan hem te gaan vragen en het met hem over te hebben. Want hoe je het went verkeerd, is een kind. En daar zit, als het goed is, helemaal geen kwaad in. Mm-hmm. Weet je, die weet dat niet. Dus of hij heeft het een keer gehoord... of hij weet de juiste gedachten er niet achter. Dus ik ben met hem gepraat. Ik zeg, waarom zeg je dat? Ik zeg, jij doet mij pijn ermee. Dus ik ging echt in kindertaal proberen aan hem uit te leggen... wat het met iemand kan doen. En op een gegeven moment begon hij te huilen. Dan zeg ik, zo heb ik het niet bedoeld en het spijt me. En, dat was klaar. En toen het allemaal voorbij was, kwam de eigenaar van die club kwam naar me toe. Hij zegt, ik ben blij dat je dat zo hebt gedaan. Dat was in Winterswijk trouwens. Ik ben blij dat je zo hebt gedaan, want iemand anders had misschien boos geworden. Ik zeg, maar wat heeft het nou voor nut om boos te worden op een kind? Ja. Wat weet hij nou? Ja. Weet je? En ik kan er wel boos op worden. En dan, wat zit ik ermee op? Ja. Je kan hem ook proberen te leren wat het met iemand kan doen. En weet hij wel wat het betekent? Of weet hij wel wat het woord asielzoeker eigenlijk wel niet betekent. Hangt af. Ja. Brian, maak jij recentelijk ook nog wel mee? Dat je gediscrimineerd wordt, dat mensen over je uiterlijk beginnen? Je maakt wel dingen mee natuurlijk, maar het raakt mij niet. Het meest recente wat ik heb meegemaakt is dat ik... we waren een uitwedstrijd en bestuursleden parkeren op een andere parkeerplek. Ja. En ik kom aanrijden. Dit was in België? In Engeland. Engeland. En het was heel grappig, mijn vrouw die zat ernaast. En hij zegt, you can park here. Ik zeg, why not? En hij zegt, it's only for directors. Ik zeg, kijk man, ik zeg, wat wil je zeggen dat ik geen directeur kan zijn? Nee. Dus hij zegt, you can park here. Ik zeg, kan je op je lijstje kijken, want mijn naam zat erop. Dus... Hij keek op het lijstje en je zag hele moed zag je in zijn zakken. Echt zakken. Oh, het is ook echt ik kan wel met hem in discussie gaan, maar mijn overwinning is... dat hij op het lijstje heeft gekeken en dat ik erop stond. En dat hij me door moest laten. En hij heeft 10 keer zijn excuus moeten aanbieden. Ja. Ja. Dat is mijn overwinning. En ik ga niet met hem in discussie of ik ga er een zaak van maken. Daar heb ik geen tijd voor. Ja. Absoluut niet. Nee. Denk je als hij straks naar huis gaat en zijn vrouw vraagt... Hoe was je dag? Denk je dat hij dat vertelt? Nee, dat zal vooral in zijn hoofd blijven. Ja. Ik hoorde jou net zeggen, Aluid, even tussendoor... moeten wij niet eigenlijk huilen? Want wij vragen het nu aan hun. Wat bedoel je daarmee? Omdat ik denk dat je...
Als je gediscrimineerd wordt of je zit in een situatie waar je wordt buitengesloten, dan moet je een dubbele actie ondernemen. Wat ook met prijzen als wat moedig en wat zwaar en wat super KUT voor en al die dingen. Maar eigenlijk is dat geen steun. De steun zit als ik ernaast sta en wit ben en ik me laat raken door de zin die bijvoorbeeld tegen jou of tegen jou gezegd wordt. Want daardoor hoeft de medemens die hij is niet niks te doen. Mm-hmm. Het gaat erom dat het eigenlijk via een boemerang, het moet via mij. Ja. Of wij als omgeving moeten eigenlijk wij moeten de ingreep doen. Maar is dat zo? En daar zit een zwijgen, vind ik. Is racisme een gespreksonderwerp onder alle voetballen, onder blanke en onder donkere voetballers? Ik denk wel dat de blanke jongens daar zich ook zorgen maken. Weet je, oprecht zorgen maken. Mm. Ik bedoel, ik zag net Gini. En ik heb 3 jaar met Gini samen gespeeld bij Feyenoord. En, ja, Gini Wijnaldum. Ja, en hoe die daar zo stond. En resoluut was in zijn antwoorden. Mm. Ja, ik was trots op hem. Maar daarna zag ik weer iets wat hij met Frenkie deed. Weet je, ik denk dat het zo hoort te zijn. Dat je broeders bent van elkaar. No matter the color. Weet je wel, het maakt niet uit wat voor huidskleur je hebt. We zijn één. We spelen samen het Nederlands elftal. We hebben een doel voor de ogen. En ja, ik denk wel dat er over gesproken wordt. Maar misschien ook niet zoveel dat we denken van... er gaat het van. Ik denk persoonlijk dat er niks gaat veranderen. Ja, ik denk dat er niks gaat veranderen. Laten we ook nog even kijken wat er afgelopen twee weken geleden gebeurde... in het, bij de speler Marega van FC Porto in Portugal. Een uitspraak. Ja, ik denk dat het niet gaat veranderen. Dramatic scenes in Portugal's Primeira Liga. Porto forward Musa Marega walked off the field during a game against Vitória de Guimarães, saying he was subjected to racist abuse from opposition fans. The 28-year-old was booked after picking one up in defiance during his celebration. Several of Marega's teammates tried to stop him leaving the field minutes after putting his side ahead. He was eventually substituted before showing his middle fingers to the crowd. Ja. Brian, wat valt je het meest op in dit? Dat de beste man een gele kaart krijgt. Ja. Dat valt mij op. Natuurlijk dat pijn, hè, die uitstaat na zijn goal. Want dat is eigenlijk een mooie overwinning voor hem, hè, dat hij een goal scoort. Maar... Ja. En wat je ook ziet, wat er altijd gebeurt na die incidenten. Hij wil er vanaf, hij is er klaar mee. Juist. En die teamgenoten, die houden hem tegen. Is dat een soort van support? Je moet niet van het veld gaan. Wij staan hier met z'n allen, we blijven bij je. Of, hey, kom op, even vervelend, maar even doorzetten. Hoe moet je het zien? Ja, kijk, wat je vaak ziet in hedendaags voetbal is wanneer het gebeurt. Dat we een kwartiertje van het veld aflopen en dat we daarna klaar zijn. En daarna komen we weer terug. Maar dan maak je geen statement, denk ik. Mm-hmm. Want uiteindelijk maak je de wedstrijd af. En dezelfde persoon die geluiden hebben gemaakt... Die hebben een pleziertje ook gehad, want die wedstrijd is zo, die kunnen ze uitlopen. Ja. Ik denk uiteindelijk dat wat Wijnaldum net heel duidelijk heeft gemaakt met Koeman... je moet gewoon van het veld aflopen en niet meer het veld opkomen. We spraken Urbie Emmanuels van vandaag ook even. En die zegt ook wel eens weggelopen bij een wedstrijd die nergens gewoon voor de... Ja. En die zegt, ja, kan dat wel echt qua geld en zo? Ga je echt... Qua belangen. Alles wat er mee speelt. We hebben allemaal campagnes. En we doen allemaal, na het Moreno gebeuren... ontiegelijk veel campagnes werden gehouden, maar ik hoor er niks meer over. Iemand moet het doen, ja, toch? Ja. Iemand moet, dat is wat... Nee, want even over campagnes gesproken. Ja. Ik weet niet of jullie Frank Rijkaard nog herinneren. Ja. Die herinneren we ons natuurlijk allemaal wel, maar herinner je hem ook zo? Namelijk in een campagne, dit wel hing door het land... Als racisme wint, verliest de sport... Ook alweer jaren 1993. Ja. 1993, we zagen Sonja al in 83. We zitten inmiddels in 2020. Wat denk jij, Lex? Waarvan denk ik? Nou, wat denk jij? Denk jij dat er een soort progressie komt? Wat is jouw... Denk je hierover nadenken? Ik denk dat we steeds door social media... en doordat we steeds beter met elkaar communiceren... dat het weer steeds meer aan de oppervlakte komt. Dat het veel zichtbaarder is. Ja, en dat we ook steeds meer stemmen horen uit het land... van iedereen met zo'n apparaatje en twitteren en weet ik wat. Die man bij Sonja vroeger die dan zegt... ja, ik heb een zwarte schoonzoon. Ja, dat was op televisie. Daar was misschien 2 dagen commotie over en klaar. Nu heeft iedereen de mogelijkheid om daar iets over te zeggen... iets van te vinden... En dan kijken wij als televisie- en radioredacties van... wat is er trending op Twitter? Er is ophef op Twitter, want 100 mensen zeggen er iets over... en dan wordt het nog groter. En dus komt het weer aan de oppervlakte. In dit geval hartstikke goed. Ja. 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 Volgens Urbie Emmanuelsson zitten we op een belangrijk keerpunt. Hij zei daar vanmiddag in Utrecht dit over tegen ons.
vroeger, jaren terug, werd er gewoon heel makkelijk overheen gestapt over bepaalde dingen. En dan was het meer van, niet zeuren, je wordt er flink voor betaald en eigenlijk gewoon doorgaan. Mond houden. Ja. En dat heb ik in Italië gewoon heel vaak meegemaakt. Dat wij bijvoorbeeld in steden speelden waar het gewoon bekend is dat het gedaan wordt. En dan wordt er bijvoorbeeld voor de wedstrijd gezegd, ja jongens, hier, we spelen nu hier. En het kan wel eens voorkomen dat er dingen worden geroepen en gezegd, maar laat je er niet door afleiden, gewoon doorgaan en zorgen dat we de wedstrijd winnen. En ik merk nu wel dat het eigenlijk niet meer gepikt wordt. Hij zegt, het is nu toch echt anders. Is dat zo? We hebben net die posters van Frankrijk uit de 93 gezien. Sonja had dat in 83 enzovoort. Mm-hmm. Is dat zo? Is het nu echt anders? Wordt het nu anders beleefd? Of? Ja, nou ja, ik vind het mooi wat je net zegt. Het krijgt een platform natuurlijk, dus dingen worden makkelijker. Mm. En makkelijker bespreekbaar gemaakt. Maar je merkt dat de voetballers van nu het niet meer pikken. Nee, maar de bedreigingen zijn ook makkelijker. Dat ja, absoluut. Dat goed. Is wat Dumfries zegt. Ja, het is heel makkelijk om een accountje aan te maken en iets de wereld in te slingeren. Maar je merkt dat de voetballers van nu eigenlijk samen gaan spannen. Maar jij zegt eigenlijk ook, van, ik zie helemaal niet. Ik geloof er helemaal niet in dat het gaat veranderen. Nee. Ik zie het niet veranderen. En social media, je kan heel makkelijk van achter je schermpje kan je wat sturen. En iets denigrerends, iets respectloos. Maar goed, ik ben aan de ene kant, we moeten er elke keer mee bezig blijven om het elke keer onder de aandacht te brengen. Ik belde Brian gisteren ook van, gaan we daar zitten, gaan we het slachtoffertje uithangen? Want daar heb ik ook geen zin in. Weet je, ik wil wel dat het opgelost wordt, want ik voel de pijn ook. Maar ik heb geen zin om... weet je... Het is ook niet zo dat we een hele tafel vol hier hadden kunnen krijgen, hoor. Omdat mensen zo graag over het praten. Dus ik wil niet degene zijn die zo zielig overkomt. Maar ik vind het wel belangrijk daarom een dumpje. Ja, jongens zijn angstig om denk ik op tv te komen en erover te praten. Nou, het gaat nog verder. André Onana zegt morgen in NRC dat er heel veel aandacht aan besteedt. Ook morgen over het racisme in het voetbal. Die zegt daar iets heel treffends over. Hij zegt, het is mijn pijn. Met mijn familie praat ik hier niet over. Want ik wil niet dat mijn pijn hun pijn wordt. Dus zover gaat het zelfs. Ja. Met wie spraken jullie erover als je dit overkwam? Eigenlijk sprak ik er niet over. Nee? Negeren? Ja, je negeert het gewoon. En wat ik zeg, ik bedoel, het zou pijnlijk zijn als ik dit met mijn moeder zou moeten delen. Ja. Het is pijnlijk. Dat doe je niet. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik zou het ook pijnlijk vinden als mijn zoontje straks of mijn dochter... of mijn jongste zoontje straks naar me toe komt voor papa. Dit is tegen mij gezegd. Ja. Dat zou ik ook emotie voelen. We zagen in Bulgarije, jij hebt dat nog gespeeld... een hele andere wending in het verhaal. De supporters van Engeland die zich achter hun eigen spelers scharen. Laat even zien hoe dat ging. England's Euro 2020 qualifying match against Bulgaria in Sofia was overshadowed by racism from home fans. A number of England players complained about monkey chants and Nazi salutes. Случи се и най-неприятното за българските фенове и за България. We had fears of incidences of racist abuse. They wanted to rise above the racism. They won 6-0. Come on, finish it! Yeah! Raheem Sterling. You racist bastards. You know what you are. Ja, dat lijkt me wel als je in het veld staat, als je possie achter je gaat staan. En nu begrijp ik dat die Engelse fans ook heus wel een andere kant hebben. Maar is dit wel iets waarvan je denkt als je legioen voor je opkomt? Ja, dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Uiteindelijk voetbal je toch om de supporters een fijne middag te geven. Dus als je nou een goal scoort... Maar diezelfde Onana en Stanley Menzo, ook weer jaren geleden... Ja. Die zeiden ook wel eens... Soms speelde hij een uitwedstrijd en dan dacht hij... Hè, ik hoor gewoon Nederlandse kritiek. Dat moeten mijn eigen fans zijn die mij staan te bekritiseren. Mm-hmm. Ook nog eens een keer. Mm-hmm. Ook dat dus je eigen fans. Ja, die heb je er ook tussen. Ja. Maar als jij een bal niet goed raakt, dan wordt je dat is wat anders. Ik denk dat het heeft puur te maken als je een mindere wedstrijd speelt. Ja, maar dan nog. Dan zeg je dat is wat. Zij betalen hun kaartje in het woord. Je moet gewoon je best doen. Ook als het racistische opmerkingen zijn. Nee, dat niet. Nee, maar als jij een keer een... Ja, dan zeg je wel een rotbal. Maar ja, dat gebeurt niet meer. Ik bedoel, als jij een keer een slechte wedstrijd speelt... Ik vind dat ze dan ook mogen zeggen van... ga eens wat doen, want vandaag raak je er helemaal... Weet je, dat is wat het is. Dat is anders dan... Lex, in jouw... Ja, dat is anders. Sorry. Nee. Ja. Lex, in jouw film over carnaval zit een ontroerend moment van een man die eigenlijk zegt... de grootste verbroedering, ook qua politieke voorkeur... maar ook qua raciale verschillen, is carnaval. Let op wat hij zegt.
Vastelovend in Venlo, dat is het leven vieren. En dat we voor even gewoon alles even kunnen vergeten. Ondanks mijn afkomst, ondanks mijn huidskleur. Venlo is de stad waar ik ben geboren, waar ik ben getogen. Waar ik mijn vrouw heb ontmoet, waar ik ben getrouwd, waar ik woon. Dit is mijn thuis. Lex, ik moest hier meteen aan denken, ik heb je film natuurlijk gezien. Ja. Dit raakte mij toen ook zo al, dat hij zegt, eigenlijk ben ik in Venlo, nou ja, of eigenlijk ben ik met een kleur, ben me er altijd van bewust. Ja, hij zegt... En met carnaval zijn we allemaal gelijk. Door het jaar heen ga ik met mijn kinderen naar de supermarkt. Let ik toch even extra op of hij of zij niks in de zak steekt per ongeluk. Want dan kunnen ze zeggen, ah, dat zijn weer die Molukkers. En tijdens het carnaval, en hij zegt, ik weet niet of het komt door de schmink, maar tijdens het carnaval zijn we allemaal geschminkt en zijn we allemaal verkleed en zijn we eindelijk allemaal echt oprecht een inclusieve samenleving. Nou, allemaal carnaval. Dank, Brian. Dank, Andy. En dank ook aan de voetballers die we vanavond zag, die zich uitspraken en actief zijn op de velden en zondag gewoon weer op de velden staan. Dank. Ja, we blijven even bij Lex en oma, want jullie hebben samen...